Neemt jij nu al koffiepauze? Ja, ik heb al een heel half uur gewerkt. Hè? Wat dat jij werken noemt. Ja, maar Carmen, ik vind toch dat je overdrijft door met je nieuwe arbeidsvoorwaarden mij gedacht. Het kan er mee door. Allee, merci, meneer Bomen. Ja, maar een kwartiertje koffiepauze, hè? Geen minuut langer, hè? Want ik laat niet met mijn voeten spelen. Hè? Nee, maar wel met iets anders. Hè? Ja, maar dat vind ik dan ook plezant. Hela, afblijven. Ik werk hier wel 10 keer zo hard als jij, hè? Ja, maar jij zit niet in een knalpuntberoep. Allee, meneer Boma, begint er maar aan. Oh, dat kunt dat goed. Awaai, je hebt dat precies nog gedaan. Mijn gedacht. Meneer Boma, als je met vieze manieren gaat beginnen, dan dien ik klachten. Maar ik heb niks in de handen, hè? En niks in de broek. Oh, jezus. 33% van de mannen gaat vreemd tijdens de zwangerschap. Is dat echt? Och, arme Dapieke. Het slachtoffer van een gewetenloze vrouwenzot. Van wie dat? Van Mark, natuurlijk. Mark is mijn man. En zijn vrouw is zwanger. Ja, moet ik er een tekeningsje bij maken? Maar. Mark is zo blij dat hij papa gaat worden. Die zou Bieke nooit bedriegen. Zeker nu niet. Oh. Jij van Carmen. Hey, primo. Welke vrouw zou het met vertongen willen doen? En ten tweede, wanneer zou hij de occasie hebben? Oh, maar je zult nog staan kijken van die oversekste asperge. Oh. Ja, ik heb wel maar beter te doen dan te luisteren naar iemand die alleen maar aan seks denkt. Ja, ik ook. Hela. Hela. Ik heb nog 11 minuten koffiepauze. Ah, wel ja. Ah, wel ja. Allee, kom. Hop. Hier. Doe maar verder. Pascal, zo kunnen we niet verder. Wow, wat is er? Heb ik iets misdaan? Mijn dagboek. Hier. Lees maar. Vooral de laatste week. Ja. Maandag 18. Niks gedaan met Pascal. Dinsdag 19. Rustige dag. Woensdag 20. Niets bijzonders te melden. Donderdag 21. Raad eens, puntje, puntje, puntje. Niks. Pascalke, de toestand is dramatisch. Dag na dag vervliegt in ledigheid. Maar we hebben het toch goed samen? Natuurlijk wel. Maar ik wil nog zoveel met u beleven. Ik wil de zon zien ondergaan in Cusco. De tango dansen in Buenos Aires. De blues in Memphis en in New Orleans. En we moeten eerlijk zijn, we hebben niet oneindig veel tijd meer. Nee. Wat gaat jij daaraan doen? We moeten ons leven beter plannen, Pascalke. Elk moment maximaal benutten. Gedaan met de chaos, van nu af aan alleen nog maar quality time. Die snoepjes. Nee, dat is quality street. Kwaliteitstijd. Ik ga een dagschema opstellen. En als we ons daaraan houden, dan wordt ons leven op slag zoveel mooier en zoveel rijker. Akkoord? Maar natuurlijk, je weet toch dat ik u vertrouw, snoezeke. Prachtig. Ik begin het direct aan. Ja. Zeg, Maurice, wat staat hier nu? Leert jij dat allemaal uit het hoofd? Ik zeg altijd, als de appel niet ver van de boom valt, staat er geen wind. Ik zeg altijd, als uw één been te kort is, is uw ander altijd te lang. Ik zeg altijd, wie niet weg is, is er... Pascalke, dat is privé. Pardon. Ah, zo, die prei op poten heeft geen occasie om vreemd te gaan. We zullen hem eens rap een occasie bezorgen. Hela, niks van. Dat is niks voor kleine hondjes. Zo ze, ja.
En dit was Johan Verminne met Ik wil de wereld zien. En dan is het nu tijd, beste luisteraar, om u aan het woord te laten. En we hebben deze week 2 keer zoveel post ontvangen als vorige week. En de eerste brief die komt van meneer of mevrouw Vereken. En we gaan eens kijken wat die ons te melden heeft. Hallo, Mark. Hoe lang blijft jij in godsnaam nog uitzenden? Wel, meneer of mevrouw Vereken, zoals ik al zo vaak heb gezegd, zolang u blijft luisteren natuurlijk. En de volgende fraaie brief, die komt van, weet ik niet, maar er staat geschreven: hallo, sexy beest. Ik ben je grootste fan. Elke dag word ik helemaal wild van je zwoele stem. Dank u. Mijn favoriete droom is dat je mij helemaal overgiet met chocomelk. En dan mijn prachtige lijf helemaal schoon ligt. Muziek! En hey, Wieke, blij met uw seksgrot? Ja, heel blij. Ja, ik vind dat leuk dat er nog iemand mijn ventje sexy vindt. Wieke. Ik zou ook zo wel die brieven willen krijgen. Ja, ja. Als ze de chocomelk maar vervangen door dakschotels. Zeg, onnozelaar. Hé, Markske, wat vind jij ervan dat je een aanbidster hebt? Dat wint u op, zeker? Absoluut niet. Voilà. Ziet je wel, Carmen? Ook niet als het een ongelooflijk knappe, vurige, sensuele vrouw zou zijn die al uw verlangens kan waarmaken. Oh. Nee, Bieke die blijft nu eindelijk van mijn lijf en daar ben ik heel blij. Ik heb een gevoel voor romantiek, hè? Ja, maar dat is waar, madame Carmen. Als ik zo'n aanbod zou krijgen, ik zou dat niet afwijzen. Hè? En zeker niet als het van u zou komen. Bekjes! Allee, schattig, het is tijd. Oh, ja, ja. Wij moeten naar de gynaecoloog. Voor een echografie. Pascalke, die zijn er af. Ah. Oei. Wat is er af, Maurice? Wel, dat is het schema van onze dagindeling. Vanaf nu gaan wij voor quality time. Voilà. Ah ja, die snoepjes. Hier ziet je dus de dagen van de week en dit zijn de minuten per dag. Het is heel eenvoudig. Elke kleur staat voor een ander soort activiteit. Rood voor het eten, groen voor ontspanning en geel voor huishoudelijk werk. Hè? En dat bruin? Voor toiletbezoek. Door dit schema te volgen verspillen we geen seconde meer. En al de tijd die we winnen, die brengen we samen door. Oh, dat is echt romantisch, Maurice. Ik neem een willekeurige dag als voorbeeld. Woensdag. Hè? Opstaan om 7:00. 7:15, Maurice in de badkamer. 7:30, Pascal in de badkamer. 7:35, Maurice vertrekt om broodjes. 8:00, ontbijt. Zeg, krijgt Pascal maar 1/2 uur in de badkamer? Ja, die heeft minstens 1 uur nodig. Ja, dan moet dat aanpassen. 8:20, krant lezen. 8:30, 10 minuutjes knuffelen. Voilà. Je ziet, hè? Ik denk aan alles. Ja, maar aan 1 ding toch niet. Uw schema hangt in de spoelbak. Este samba que me...
Mark, als die Veroni zelf bijziet, dan is dat bijna met een nek overgebroken, hè? Amai, is dat voor mij? Ja, dat zal wel. Tot beneden aan de trap. Allee, bedankt dat je dat naar boven hebt gebracht, meneer Fernand. Ja, maar dat is wel €5 gevaargeld, hè. Huh? Ja, stel dat ik met dat pak van een trap was gevallen, ja, dat was direct hospitaal geweest. Ja, dat is juist, je hebt gelijk. Oei, ik heb alleen maar 10. Oh, dat is perfect in orde, hè. Dat is dan heb je al betaald voor als ik de volgende keer iets naar boven breng, hè. Oh ja, dat is goed gezien. Allee, dan ga ik maar, hè. Oeh, dat ziet er lekker uit. Ja. Mijn allerliefste seksgod. Hier is de choco die je over mijn prachtige lijf mocht gieten. Oh nee, die weet mij wonen. Amai, dat deed goed, dat douche. Ah? Schatje, wat is dat? Oh, een ontbijt. Allee, die bak chocomelk. Van wie komt dat? Oh, dat. Van meneer Boma. Om mij te bedanken voor de gestegen luistercijfers. En waarom zit daar dan zo'n rood lint rond? Een hart? Ja, ik vond dat ook al overdreven. Ik ga hem dat direct eens zeggen, hè. Ja, hé, schatje. Gaan we niet eerst ontbijten? Nee, Bieke, met sommige dingen mocht je niet wachten. Allee dan. Ja. Hey. Wat is dat? Van de belastingen. Klaar, Maurice? Je zult u nog wat aan het schema moeten aanpassen. Misschien is het een goed idee om u in te schrijven in een cursus snel lezen. En? Je weet wat er nu volgt? Oh. En? Wat denkt mevrouw tot nu toe over mijn schema? Fijn. Ah. Oh. Die mademoiselle wil dat je bij je chocomelk over haar lijf giet. Ik hoop het niet. Jij kunt de vrouwen nogal exciteren. Dat had ik nooit van u gedacht, maar gedacht. Ja, maar ik ook niet. Oei, oei. Allee, wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu doen? Ben je aan de tête-à-tête doet je? Maar nee, dat wil ik niet. Verdomme. Als een vrouw dit met u wil doen, met dat, dan moet je daar ja op zeggen. Dat is de elementaire seksuele beleefdheid. Dat je zo koud krijg je niet dikwijls, hoor. Ik heb dat nooit gehad. Ja, maar je moet niet aandringen. Ik wil dat niet. En zeg mij nu gewoon hoe ik van dat mens afgeraak. Jij stelt mij diep teleur, verdomme. Oei? Jij bent geen man. Jij bent een... Een geek. Een verrader van uw geslacht. Pak u me chocomelk maar mee en trap het af. Oei. Oké. Okay. Excuseer, meneer Boma. En nog een goede middag. Oh, mijn chocomelk. En dit was Lief Klein Konijntje van Henkie, die totaal niet sexy is. Net zoals ik. Ik ben gelukkig getrouwd en niet geïnteresseerd in andere vrouwen of mannen. Dus luisteraar, onthoud het goed. Mark Vertongen is niet sexy. En om in de sfeer te blijven gaan we verder met Ik zag twee beren van Louis Neefs. Wat een wonder. Pakje voor Vertongen, Mark. Ja, ja. Als je hierin wilt tekenen. Oké. Voilà. Wel, alsjeblieft. Dank je wel. Bedankt. Dag. Oei. Oh. Hey.
Ha! En, hey, gaat het allemaal beter, Mark? Heb je echt geen chocomelk? Nee. Maar hey, wat moet ik nu doen, Paul? Ja, als die vrouw mij niet gerust laat, dan raak ik Bieke nog kwijt, hè? Ja, ja. Tja, dan zit er toch echt maar één ding op, hè? De confrontatie. Maar ik durf dat niet, Paul. Maar stel dat die vrouw zich niet kan inhouden als die mij ziet en mij bespringt als een wild dier. Dan pas op, Paul. Mm-hmm. Vooruit ben ik dus wel een seksgod, hè? Ja, maar ik weet het. Jij nodigt uw ambitster via de radio uit op uw loft. Nee, Paul. Jawel? Nee. Ja, hey, jij bent niet op die afspraak. Ik wel. Huh? En ik zeg, er is goed mee gedacht, hè? Ze laat u met rust, of ze krijgt met mij te doen. Zou je dat echt willen doen voor mij, Paul? Ja, natuurlijk. Hé, waar zijn vrienden voor, hè? Ja, allee. Met zie. Ja. Maar heb jij dan geen schrik dat die vrouw u gaat aanranden? Is het een krabbe? Ze zegt van wel. Ja. Ja, Mark, ik zal dat toch moeten riskeren, hè? Dat was, zeg. Arme Mark. Het is precies of Carmen achter hem aan zit. Zo werk zal het wel niet zijn, hè? Maar, hey, nee. Dat mens zal vlug snappen dat het gedaan moet zijn met dat spelletje. Ja? Je kan heel overtuigend zijn als het nodig is. Allee dan. Ja, mij doet het toch denken aan die films die Carmen zo graag ziet. Ja. Met van die zotte vrouwen die altijd verliefd worden op een gast en dan iedereen doodsteken als ze hem niet kunnen krijgen. Ja. Maar dat gebeurt alleen in die films, hè? Ja, het is te open voor u. Ja. Ik maak me geen zorgen, hè? Nee. Pascalke, een oranje uit, alsjeblieft. Goeie, Maurice. Wat is er met u gebeurd? De bus was te laat en ik heb moeten lopen. Om de bus te halen? Nee. Om hier op tijd te zijn voor het volgende punt op het schema. Ik ben maar 2 minuten te laat. Ees, drink dan maar eens rustig uit. Het zal deugd doen. Snoezeka. Zeg, wat was het volgende punt op het schema dat je zo hebt moeten haasten? 15 minuten vrije ontspanning. In de natuur? Nee, hier, een café. En we onderbreken dit programma voor een speciaal bericht voor een speciale persoon uit de lingerie-sector. U kan mij deze namiddag thuis opzoeken vanaf 14 uur, want dan ben ik namelijk alleen thuis. Tot gauw. Wieke, als je dit hoort, je moet niet luisteren. Het is niet voor u. Dag. Ons mamakken had gelijk, hè. Oh, we gaan die overspelige snijboon eens ontmaskeren, hè. Ja. Wat zeg jij, Sjoeke? Oh, nikske. Oh, ik heb nog... Oei. Ja, maar moet jij het vaderland niet gaan verdedigen? Ja, maar zo'n vaart loopt dan niet, hè. Ja, maar Ela... Ja, maar dat zeiden ze in mei 1940 ook, hè. Ja. Ja, maar... en avant en mars Het is toch niet te geloven, hè? Pascal! Ja, ik kom. Oh, Maurice, sorry. Sorry. Weet je wel hoeveel je te laat bent? 17 minuten. Oeh, ja, maar ik had een vlek op mijn zijde blouse. En dat moet je direct uitwassen. Pascal, ik wil het niet weten. Heel mijn schema is naar de knoppen, dat beseft je toch? Want zo geraken we nooit op tijd op de markt, hè? Ja, maar waar jij je zo druk over maakt, dan blijven we toch gewoon wat langer op de markt. Wat langer? Zo werkt het niet, Pascal. Zo werkt het niet. Een schema is er om te volgen. Maurice, nu overdrijf je toch? Er zit er maar één ding op, hè. Ik moet heel de dag herplannen. Wat zeg ik? Heel de week. Maurice, alsjeblieft, zeg. Wanneer en om hoe laat gaat je de volgende keer je kleren vuil maken? Heb je het schema kan inwerken?
Joe, Markske, dat is een gelukkig stoffel. Ah, wel, merci. Die onbeschofte schorseneer maakt een afspraak om zijn vrouw te bedriegen en hij komt niet eens op tijd. Bon, dan zullen we hem eens verrassen, hè? Mijn schattenbout, zijt je er eindelijk? Kom maar vlug bij mij. Oh! Carmen! Carmen, kijk ik Carmen, hè? Dag meneer! Niet zo rap, gij. Hè. Waarom probeert jij Mark te verleiden? Maar laat me door! Zeg eens, potverdorie, zeg eens! Achteruit! Doe geen stomiteit, Carmen, leg dat mes weg! En op het bed! Sst. Op het bed, zeg ik! Nee. En zwijg! Of zip. Oh, man. Ik zeg, wat is dat lawaai ervoor? Moet ik de politie bellen? Uit de wacht, vetzak! Doe me geen zin, hè? Of zip. Maar heb jij haar niet tegengehouden? Ik ben niet zo te zeggen. Wie is dat mens? Maar Carmen. Maar Carmen? Ja, ze is helemaal doorgeslagen. Hè? Oei. Oh. Ja. Wat deed hij hierboven en zo verkleed? Ze wil blijkbaar een relatie met Mark. Wat blijft? Ja, dat is al dagen nu, hè, dat ze hem erotische brieven stuurt en intieme cadeaus. Oh. Ah, dat pak, dat was dat. Ja, goed, direct naar Xavier. Hè? Ja. En als Mark hier langskomt, vertelt jij hem maar wat er allemaal gebeurd is. Hè? Want, merci, Fernand. Carmen, met Mark. Oh, nee. Over mijn lijk. Een mes? Ja, het scheelde niet veel of ze had mij overhoop gestoken. Oh, en Fernand ook, hè? Ja, dat kan ik nog begrijpen. Ja. Maar al de rest... Deze keer is ze echt compleet geflipt, joh. Nee, deze keer is ze echt te ver gegaan. Oh. Dat ze mij van alles aandoet, tot daar nog aan toe. Maar dat ze Mark van Bieken probeert af te pakken. En dat ze u aanvalt met een mes. Ja, ik mag eigenlijk van geluk spreken dat ik hier nog zit. Weet je waar ze nu is? Bij bomen misschien, hè? Ja, wel. Dan zal ze nu eens kennis maken met een echte Xavier Waterslagers. Kom. Huh? Ah, Bieke. Fernand, nee. Ik betaal geen extra huur. Ja, ik ben ook niet geïnteresseerd in een echt antiek schommelpaard op drie poten. En ik ga ook niet verhuizen, oké? Okay? Nog iets? Bieke. Wist jij iets van die relatie tussen Carmen en Mark? Niet dus, hè? Jij bent dus een onschuldig slachtoffer, net als ik. Fernand, wat wilt je zeggen? Bieke, je gaat me niet geloven, maar het is waar. Paul heeft deze namiddag Carmen betrapt in uw loft. Je mag het hem vragen, hè. Oh, Carmen en Mark. Ja, en dat pak dat hier gisteren is toegekomen voor Mark, dat kwam van Carmen. Maar ja, en daarom zat daar een rood lint rond, hè. Ja, en een hart. Ja. En die een brief. Dat was een liefdesbrief van Carmen. Ja. Man. Pas op. En ik ben er zeker van dat Mark haar heeft opgestookt, hè. Want Carmen doet zoiets niet uit zichzelf. Maar Fernand, maar... Nu moet ik wenen, hoor. Ja. Miserie. Mark Vertongen, hier zult gij voor boeten. Zo waar ik Fernand Alois Euphrasie Kostermans heet. Dat was 3 kilo bomaworst pikant. 3 kilo, berg. À la bonne heure. Carmen, ik had beter aan Vertongen gevraagd om hier te komen, Kaars. Meneer Boma, ik heb het heel moeilijk. Is het gepermitteerd? Wat scheelt er, Carmen? Iets waar een kwezel als jij mij niet mee kan helpen. Ah, ja. Ah, hier zijt je, Carmen. Ja. Je hebt wel een en ander uit te leggen, hè? Wat waart jij van plan met Markske? Met Markske? Ja.
is dat nu gedaan met die dagschotels, zeg? Oh, kom aan, Carmel. Ik heb u zelf betrapt. Hè? Vermomd en wel. Ik heb u van een hele dag niet gezien, schoolmeester. Ah, nee, nee. En die erotische brief heb jij ook niet geschreven. Hm? Met die chocomelk? Ja. Waterslagers. Uw vrouw is uniek. Ja. Komt bekend voor, hè, Carmen? Wel? Kermin, ik ken geen Kermin, de gminier. Ja, wat is het? Gaat je nu nog blijven ontkennen of moet ik ineens naar een advocaat gaan? Want wat je me nu geflikt hebt, dat pik ik niet, hè? Nee, zoeken. Ik wou je niet bedriegen. Ik wou alleen maar bewijzen dat Markske Bieke bedroog. Wat blieft? Ja. Maar waarom in godsnaam? Omdat zij mij niet wilde geloven dat Mark zoiets zou doen. En ik ben zeker van wel. Kom. Ik vergeef het u op één voorwaarde. Dat je nu direct u gaat verontschuldigen bij Markske. Iedereen gaat mij uitlakken. Dat doen we zo ook al, hoor, Carmen. Ja, kom, Carmen, vooruit naar Mark. Ja. Voorwaarts, ers, eens, eens, eens. Ik zeg eens, 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 eens. Kom, Tom. Eens, 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 eens. Kom, vooruit. Eens, eens. Zijn daarmee getrouwd? Met chocomelk. We hebben precies 12 minuten om de trein te halen. Dat geeft ons een comfortabele marge van 2 minuten als we aan het station zijn. Klaar, Pascal? Ja, Maurice. Ja. Oh, moet je nu wat weten? Mark bedriegt mij met Carmen. Pieke. En wie zegt dat? Dat doet het niet toe. Pieke zal dat straks wel vertellen als we terug zijn van Mechelen. Maurice, zijt jij nu niet beschaamd? Mijn dochter heeft mij nu nodig. Dan moet ze maar meekomen naar het station. Nee, Maurice. Pascal, ik ga dat schema geen tweede keer veranderen, hè? Mijn dochter gaat voor op welk schema dan ook. Kom aan, Bieke. Mijn schema, mijn schoolschema. Helemaal aan de knoppen, hè. Dat komt nooit meer goed. Nooit meer goed, hè. Voet u. Moriske zal wel streepjes trekken. En Moriske zal wel kleurtjes kleuren. Zij zullen... Voilà. Geen schema meer. Nu goed? Kom, Bieke. Wat scheelt er? Vertel het eens aan onkel Moïse. Aha, hier hebben we de hartenbreker. Meneer Fernand, is de Paul er nog? Nee, Paul is er niet. En madame Carmen ook niet. Hoe? Was dat madame Carmen niet? Die jij het hoofd op hol hebt gebracht door uw oneerbare voorstellen. Maar één ding ga ik u zeggen, hè, Mark. Als Carmen weggaat van Xavier, dan is ze van mij en niet van u. Nee, maar ik moet madame Carmen helemaal niet hebben. Ah, zo zei je erin. Eerst gebruiken en dan weggooien zoals een ongewenst poezeke in de grote vakantie. Maar genoeg is genoeg. Ik ga de eer van Carmen wreken. Hoi. Oh, garde! Oh! Ha! Ha! Kom hier, dat ik jou een degen reik. Haha. En nu is dat hè? Oh, ja! Wat een zeg me romantiek, jongen! Wacht, meneer. Oh. Ik zal helpen opruimen. Nee, dat is vals! Carmen is van mij! Van mij! Van mij! Uw plaat blijft hangen. Mark! Momentje, Bieke. Ik ben nog bezig. Mark! Goed,
geweest. Als ik zeg, zij zijn nu helemaal zot geworden. Merci, Maurice. Graag gedaan, Mark. Dat was de geheimenstoot van de familie. Ah, meneer Fernand, u was een waardig tegenstander. Wat doe je nu? Gaat Mark bijna vermoord? Ja, maar Carmen is van mij. Nee, Fernand, nee. Carmen is van mij en van niemand anders. Maar, Carmen, wat is er allemaal met Mark? Carmen is de grootste fan van Mark. Maar waarom Mark? Maar Carmen, als je weet dat je mij kunt krijgen. Ja. Leg het nu maar eens uit, Carmen. Oh, ja, ik heb het allemaal voor Bieke gedaan. Ja. Volgens de vakliteratuur gaat er 33% van de mannen vreemd tijdens de zwangerschap. Dus ik dacht Mark ook, hè. Ja. Ja, strikt theoretisch, statistisch gezien, heeft ze natuurlijk wel gelijk. Ja, ja. En wat had jij nu gedaan als Mark echt op je uitnodiging was ingegaan? En met zijn oren meegesleurd naar het café. Om iedereen te laten zien wat voor een bedrieger uw schoonzoon wel zou zijn. Ja, dus jij geeft niet om Mark. Dan is er nog hoop voor mij. Daar zou ik niet op rekenen, Fernand. Doek, hè. Sorry, mannen. Ik heb er een droge keel van gekregen. Hé, Mark. Ik ben dat kapot aan antiek. Hey. Ja, meneer Ferdinand. De verliezer betaalt, hè.